Op 15 april zijn we een weekje in Spanje geweest. We zijn naar Madrid gevlogen, hebben daar een auto gehuurd en we zijn de werelderfgoedroutesteden gaan bezoeken. Dat begint met Cuenca, 170 kilometer ten oosten van Madrid, om daarna verder te gaan, weer terug eigenlijk naar Madrid, richting Alcalá de Henares, dan naar Segovia, dan naar Salamanca en dan naar Ávila. Na die steden te hebben bezocht, keer je weer terug naar Madrid en vlieg je weer terug naar huis. Tijdens het bezoek van die steden overnacht je in zogenaamde paradores. Dat zijn historische gebouwen die verbouwd zijn tot hotel, luxe hotels. En dat ziet er allemaal prima uit. En een heerlijk ontbijt. Nou, de weergoden waren ons goedgezind. Het was prima weer, 20 tot 23 graden. En we moesten hier alleen even wachten bij het eerste hotel om in te checken. De hotels zien er prima uit, zoals ik al zei. De kamers zijn ruim. De badkamer was prima. Het is heel mooi gelegen met mooie uitzichtpunten. Het heeft zowel een moderne als historische uitstraling. Sommige ruimtes zijn echt heel modern ingericht en andere die hebben die historie nog duidelijk aantoonbaar. Leuke plekjes waar je kon zitten. Mooie hallen, ruim, leuke binnentuin waar je heerlijke drankje kon drinken. En dit is de ontbijtzaal, eetzaal. En nou, toen gingen we op pad om Cuenca te bekijken. Je hebt maar kort de tijd om het dorpje te bekijken. Je rijdt eigenlijk er naartoe. Je pakt je spullen uit en je gaat meteen op pad om het dorpje te bezichtigen. Want de volgende dag moet je alweer naar de volgende stad toe rijden. Nou, het Paradores is eigenlijk met een brug verbonden met het stadje. Die brug moet je over en dan ben je in het stadje al. Dit is een shot van het Paradores. Het is wel wat klimmen soms, zeker in dit dorpje. Dus je moet goed te voet zijn. Nou, ook daar in dat dorpje heb je prachtige uitzichten. Het was lente, dus er stonden ook nog prachtige boekenwilje en bloei. Of wat dat ook mogen zijn voor boom. En hier weer een uitzicht op het Paradores. Zie je die brug inderdaad, duidelijke verbinding met de Paradores. Nee, nou, het is een heerlijk wandelgebied, soms even rusten. Je ziet die specifieke daken, dakpannen van het dorpje. En hier een uitzicht op het dorpje dan, met een drone. Ook een prachtig gebied om te bewandelen langs de kliffen. Kerken zijn er te over. Restaurantjes. Waar je heerlijk kunt zitten, hier lopen we bij de kathedraal. En hier zie je de kathedraal vanuit een drone genomen. En daar het stadhuis. Nou, we hebben een andere route terug naar de Paradores genomen. Moesten we wel even zoeken.
En het is allemaal klimmen. Oké. En dalen. Nou, we waren wat mensen tegengekomen die zeiden, er is daar een museum met moderne kunst. Dus daar zijn we even naartoe gegaan om te kijken wat daar allemaal voor kunst te bezichtigen was. We waren er alweer snel uit en we zijn op onze route vervolgd naar de Parador. Nou, dan zie je die brug weer. En onze Parador komt ook weer in beeld. Nou, hier nog een droneshot van het dorpje in de nacht. Prachtig verlicht. Leuk gezicht. En onze Parador in het licht gezet. Nou, dan zijn we weer klaar de volgende dag na het ontbijt om weer op weg te gaan naar het volgende stadje, Alcalá de Henares. Nog het laatste beelden van Cuenca. Prachtig stadje. Zeker een bezoek waard. En nu gaan we dus terug naar nummer 2, Alcalá de Henares. Ligt net boven Madrid.